geef hem alvast een groot applaus, dames en heren. Wim As. Ja, Wim, kom even naast me staan. Ik moet je nu voorstellen. Ja, dat is natuurlijk wel heel wat, want ja, we zien elkaar bijna elke dag, Wim. En het mooie is, jij bent de man, en dat kan niet, dat kunnen maar heel weinigen zeggen, eigenlijk maar twee mensen, die hier bij de eerste spade in de grond van dit pand heeft gestaan. Tot de oplevering, sterker nog, en daarna. En jij hebt zoveel gezien, jij hebt zoveel meegemaakt. En jij hebt ook gezien, toen wij aan het nadenken waren met het bouwen, en we waren klaar dat we zeiden, eigenlijk hebben we toch nog weer wat gemist. Eigenlijk moeten we weer gaan doorinnoveren. Daar ga jij vandaag wat over vertellen. Wim, ja. Ik ga nu weg, want anders gaat het niet goed. En jij gaat het vertellen. Dankjewel, Herman. Wim, veel plezier. Ja, en ik voel me ook ontzettend bevoorrecht dat ik hier mag staan en dat ik vanaf de ontwikkeling, de bouw als bouwkundig projectleider, dit te mogen realiseren en uiteindelijk ook het beheer mag gaan doen. Want hoe mooi is het om die kennis vanuit de bouw, die innovaties die we doorgevoerd hebben, ook te kunnen doorzetten in het beheer van dit prachtige pand. Want er komt gewoon ontzettend veel op ons af. En AFAS is ook eigenwijs. Die zegt van, joh, wat we zelf willen doen, gaan we zelf doen. Dus een groot team. Die is hier elke dag mee bezig. En daarom heb ik het ook zo genoemd duurzame ontwikkeling. Ik wil even terugkijken naar de periode van de bouw, maar ook waar we nu staan. En ik vind het zo gaaf dat er zoveel mensen vanmiddag hier zijn, omdat wij ook beseffen dat we elkaar nodig hebben. Wij kunnen het niet alleen. Ook wij niet als beheerders bij AFAS. Wij hebben gewoon u nodig. Onze hulp van onze eigen relaties, onze duurzame relaties, onze netwerken om verder te komen. Want we moeten verder. We kunnen niet wachten. We moeten gewoon, ook in deze crisis waarin we zitten, we moeten doorzetten. En vandaar ook dit symbool, die twee handen. Hè? Een prachtig kunstwerk, maar ook wat symbool staat voor hoe gaan we met onze wereld om. Hè? Een vrouwenhand en een mannenhand, de kwetsbaarheid en de hardwerkende man en vrouw zal ik met bij elkaar om de aarde ook te beheren en te ontwikkelen verder. En ja, dit was het in 2017 of 2016 alweer, denk ik, het oude belastingkantoor wat hier gestaan heeft. Als je een klein beetje beeld hebt van dit pand, dan is het ongeveer ons sporteiland. Daar heb ongeveer dit pand gestaan. Een grote bunker, ja, echt een bunker. Hè? Veel beton, veel staal, veel ijzer. En dat moest weg, dat moest plaatsmaken voor ons nieuwe pand. En dit was eigenlijk de plattegrond, een oppervlakte van zo'n 45.000 vierkante meter. En waarvan ongeveer 75% park is. Tuinen, een heuvel, waterpartijen. Ook bij de ontwikkeling wilden we graag dat het pand ook werd omgeven door een prachtige parklandschap. Een mooie heuvel. Hè. De heuvel is gebouwd vanuit grond, wat nu water is. En ja, met name ook die heuvel die zetten we nu in voor de biodiversiteit, om dat te stimuleren in onze omgeving. Maar daar kom ik zo meteen even op terug. Ja, op 2017 hebben wij onze marktdag georganiseerd. Want ja, dan heb je de bestekken klaar, je hebt de plannen klaar van onze adviseurs. En dan is het wel van, ja, hoe ga je nou zo'n project starten? Dat was ook het moment dat ik gestart ben. En ik heb jarenlang met Tom van der Veld rechtstreeks gewerkt. En we hebben die marktdag georganiseerd op het oude pand op de Philipsstraat. Ook met heel veel gegadigden, zal ik maar zeggen. En ja, wij hebben die plannen gepresenteerd, maar ook wel gezegd van ja, we willen niet stilstaan bij de plannen van onze adviseurs. Dat is een mooie basis waarop je een prijs kan neerleggen. Maar de prijs is voor ons niet het allerbelangrijkste. Voor ons is ook belangrijk dat u een plan aanbiedt hoe we dit pand 3 jaar later state of the art kunnen opleveren. Met maximale verduurzaming en zoveel mogelijk techniek om het liefst helemaal energie neutraal te zijn. Ja, dat is Tom van der Veld en ik in de keet. Gewoon bij de bouwer, lekker dicht bij elkaar. We hadden ook één keet waar iedereen in zat. Zowel de engineers van de installaties als de bouwers. Omdat we vonden, jongens, samenwerken is ontzettend belangrijk. En eigenlijk hadden we 5 thema's die we continu gebruikt hebben. Dat was veiligheid, kwaliteit, respect, planning en duurzaamheid. Dat was iedere keer waren dat de 5 thema's die wij gebruikten
om, zal ik maar zeggen, dit project te kunnen realiseren. En dan denkt u, ja, veiligheid bovenaan. Waarom nou veiligheid? Nou, natuurlijk op een bouwplaats is veiligheid ontzettend belangrijk. Maar veiligheid vinden wij ook belangrijk onderling. Hoe ga je met elkaar om? Is er openheid? Durven mensen ook, ja, zal ik maar zeggen, hun ideeën te spuien? Hun, waar ze moeite mee hebben of wat ze juist als kansen zien, om dat ook ons te vertellen. Dus ook op de bouwvergaderingen waren dit altijd thema's. Het bouwverslag, de agenda, zal ik maar zeggen, kwamen deze punten in terug. Om juist die samenbinding met elkaar overal in terug te laten zien. En als je veiligheid voor elkaar hebt, dus een open structuur, een open houding naar elkaar toe, dan krijg je ook kwaliteit. Dan krijg je respect voor elkaar. Dan krijg je ook een goede planning. Want alles heeft met elkaar te maken. Als jij iets niet voor een ander doet, vergeet je planning maar. Kan je echt vergeten, want als individu ga je dit gewoon niet realiseren. En uiteindelijk willen we duurzaamheid op het maximale niveau hebben. Ja, dan komen er heel veel plannen van de aannemers los. Want in de fase dat wij de aanbesteding deden, of de offertefase noemden we dat, zaten wij nog aan het gas vast. En toen werd er geroepen, ja, maar je wilt er niet meer aan het gas. Terwijl het 5 jaar geleden nog helemaal niet vanzelfsprekend was, hè, dat je gasloos was. Nu zeg je van, ja, tuurlijk moet je van het gas af. Maar 5 jaar geleden was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar daar moesten we een hele rij voor investeren. De isolatieglas moest verbeterd worden. Dat was nog een U-waarde. Een warmtedoorgang, zal ik maar zeggen, van je glas van buiten naar binnen. Je warmte van 0,1, 2 naar 0,7. Dus we hebben een heel rijtje geïnvesteerd. Naar BIPV-panelen in ons restaurant. Warmte-koude opslag in de grond. 100% glasvezel, ionisatie. Allemaal punten die we doorgevoerd hebben. Waaruit we eindelijk hebben kunnen zeggen van, joh, we kunnen van het gas af. Die kraan kan uit, er zit hier geen gele mantelbuis naar binnen toe, waar die gaskraan naar binnen komt. En daar zijn we ontzettend blij mee dat we dat hebben kunnen realiseren. Maar uiteindelijk merken we ook van, ja, doordat je van het gas afgaat, ga je wel veel meer energie gebruiken op elektrotechnisch gebied. En daar zijn we nog steeds mee bezig om dat te verfijnen. Want wij zeggen nog steeds van, joh, we gebruiken eigenlijk te veel elektriciteit. Maar dat heeft ook te maken dat alles ook elektrisch is uitgezet. Warm water, dat komt vanuit een doorstroomapparaat. Dat is weer een stukje elektriciteit die gebruikt wordt. En natuurlijk wekken we veel zelf op, hè, met heel veel zonnepanelen. Totaal 1056 stuks. Maar goed, dat dekt nog niet de lading. Dus we zijn met ons team nog volop bezig van hoe kunnen we dingen verbeteren. En daar hebben we ook IoT voor nodig. Internet of Things. Hè, dus je weet, zal ik maar zeggen, digitaal van wat is het gedrag van ons pand. En nu ziet u even een overzicht over het hele pand. De heuvel in aanbouw links, de daktuinen en daar ook de zonnepanelen op. Nou, en hier heb ik even een grafiekje bij gedaan. Hier monitoren we elke week, elke maand komt het overzicht van wat brengt het energie op. Hè, wat brengen de zonnepanelen op? Dan zie je dat we een fantastisch jaar hebben gehad. Juni, juli, dan praat je over bijna 50.000 kilowatt wat het per maand opbrengt. Nou, die energie wil je natuurlijk ook opslaan. Je wil het niet terugleveren aan het net. En daarvoor hebben we ook een DC storage ruimte gebouwd. Een batterijopslag in het pand. Nou, dat brengt heel veel veiligheidsrisico's met zich mee. Dus we hebben met heel veel partijen daarover ook wel gecommuniceerd. Van hoe kunnen we dat ook veilig doen? Ja, dan zie je hier even een kijkje. Het dak van het restaurant met de BIPV-panelen in het dak. Dan zien we hier, zal ik maar zeggen, de dome waar u net even geluncht heeft. En ook de dichte panelen, dat zijn panelen waar eigenlijk de meeste bezonnen kant is bovenin. Die hebben we dichtgemaakt. Daar hebben we isoboxen van gemaakt, zodat we ook de zon zoveel mogelijk kunnen buiten houden. Dat je het niet hoeft weg te koelen. Ja, respect. Ik heb er toch weer een paar plaatjes bij gehouden. Hier het hoogste punt. En ook onze bouwplaatsmedewerkers. Op het hoogtepunt van de bouw liepen hier zo'n 350 bouwvakkers rond. Medewerkers, en die hebben we ook, vonden wij belangrijk, verwend. Vaak zie je toch dat deze mensen gewoon hard werken, 's ochtends vroeg de deur uit. En deze mensen moeten het wel maken, dat zijn onze handen, daar hebben we heel veel respect voor gehad. We hebben deze mensen ook altijd verwend, met vakantie of met de kerst. Doe dat ook, want deze mensen die hebben het voor ons gebouwd en daar hebben we heel veel respect voor. En dan vandaar ook dat we regelmatig een feestje hebben georganiseerd voor deze mensen. En zo ook naar de omgeving toe. Hè. Dit is dan een bouwdag van een school hier in Leusden. Kregen we een vraag van, joh, kunnen we een keer op die bouw kijken? Kunnen we wat leuks doen? Want we gaan met bouwmaterialen werken. Nou, hier hebben we dan een bekisting gemaakt met een mooie letter A. Van, nou, u raadt het al van AFAS.
En daar hebben ze leren beton maken, beton gieten, een kist. En later hebben we de A netjes afgeleverd aan de schooljuf. Nou, dat is fantastisch. Daarmee betrek je ook weer de jongeren, de volgende generatie, bij zo'n bouwproces. Daar willen we graag in investeren, want dat is ook duurzaamheid. Duurzaamheid is niet alleen een stukje isolatie en ik draai de kachel wat lager. Duurzaamheid is ook investeren in onze volgende generatie. Ja, en dan leveren we op. We hebben in november 2020 het pand opgeleverd. Nou, dan zat er ook een hele rare tijd van corona. Het pand stond nagenoeg leeg. Aan de ene kant kwam het ons ook wel goed uit, want we waren nog lang niet klaar met de bouw. Maar we moesten wel op een gegeven moment het pand in gebruik gaan nemen. En ja, uiteindelijk komt het op gang en dan gaan we toch kijken van ja jongens, hoe komt die bewustwording nou? Hoe gaan we daar nou mee aan de slag? En vorig jaar, Herman zei het al eventjes, hebben we een duurzaamheidsteam gevormd. Geen werkgroep, gewoon bij elkaar zitten, gewoon brainstormen. En zijn we begonnen. En een van de eerste dingen die we gedaan hebben, joh, wij zeggen wel dat we afval scheiden bij de bron, bij iedere pantry. Netjes alles in een aparte afvalbak met een aparte kleurzak. Laten we nou ook zo'n restafvalbak die we beneden hebben bij onze afvalverwerkend bedrijf leegtrekken. Wat zit er nou in? Nou, u mag gerust weten, we zijn ons rot geschrokken wat er in die container zat aan restafval. Want restafval willen we niet meer. Het zijn allemaal grondstoffen die we kunnen inzetten in het systeem. U ziet hier ook plastic, u ziet karton, u ziet koffiedik. Alles zat in die restafvalbak, ook plastic. Nou, wij vinden dat ze allemaal zaken die kunnen we apart inzamelen en die kunnen we gewoon weer hergebruiken. Circulariteit, 100% voor gaan. Dus daar zijn we best wel van geschrokken. We dachten dat we het heel goed deden. Maar op dat moment kom je erachter dat je het eigenlijk helemaal niet zo goed doet. Daar leer je ook van, hè? Dat is ook nodig. Uiteindelijk is daar natuurlijk een analyse uit vandaan gekomen. En dan zie je best wel uit één zo'n container met restafval zit 81% aan materialen in wat gescheiden had moeten worden. Nou, wij hebben nu ook gezegd van jongens, we gaan erop in. Per 1 januari willen wij hier geen restafval meer in dit pand hebben. Uiteindelijk is ervoor gekozen toch anders te gaan inzamelen met een duidelijke bestikkering. Ook met kleurenzakken, want je ziet ook gewoon de spullen worden opgehaald. Heb je geen verschil in kleuren van zakken, rood, geel of blauw, dan weet men ook niet uiteindelijk van joh, waar moet dat heen? Waar moet ik dat deponeren? En dan komt het allemaal uiteindelijk toch bij elkaar. En dat willen we voorkomen. Dus ook daarin hebben we weer geleerd hoe kun je van inzamelen tot uiteindelijk het afleveren de zaak goed organiseren en beheren. Ja, ik heb er even een plaatje gedaan van biodiversiteit. U ziet hier wat vanaf boven de heuvel het uitzicht op ons theater. Nou, over die heuvel is heel veel te doen. De een vindt het verschrikkelijk wat er staat, allemaal onkruid erop. Maar de heuvel, dat is ik noem het altijd, dat wordt een icoon van Leusden. Maar het heeft tijd nodig. En ja, met digitaal kan je alles heel snel doen, maar dit heeft gewoon een aantal jaren nodig om tot ontwikkeling te komen. De heuvel is ingezaaid met een wildbloemenmengsel. En ja, op een gegeven moment zie je onkruid ontstaan. En dat wildbloemenmengsel, dat komt helemaal niet zo goed boven. Maar uiteindelijk verarmt die grond. En ben ik er nog steeds van overtuigd. En we zien dit jaar al de eerste resultaten. Zal dat wildbloemenmengsel zich gaan versterken. En het onkruid zal minder ruimte krijgen omdat de grond armer wordt. En waarom dan biodiversiteit? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat nodig is in het hele natuurlijke systeem. En als ik nu zie wat daar aan vogels vliegen en als ik er doorheen loop en je hoort de bijen, dan denk ik van ja, ook dat is een belangrijk onderdeel als je zo'n groot pand neerzet om daar ook naar te kijken. Biodiversiteit, ontzettend belangrijk voor het evenwicht in onze en de veerkracht van ons milieu. Nou, hier even een inkijkje in het hete afvalhok, het heet nu onze Milieustraat. We gaan hem nog wat oppimpen. Maar we hebben een composteerapparaat aangeschaft, linksboven. En u ziet daar binnen 24 uur wordt al ons GFT omgezet in echt kwalitatief goede compost. Nou, onze tuinmannen die smullen ervan, die eten het zowat op rechts. Je ziet het, die vinden het helemaal geweldig. En die gebruiken het weer in onze tuinen. Dat geldt ook voor onze glas. We hebben op een gegeven moment gezegd van ja, we hebben zoveel volume glas. Hoe kunnen we dat nou in volume verkleinen, waardoor je veel minder vrachtwagenbewegingen hebt en daardoor ook veel minder uitstoot van CO2. Nou, we hebben 2 gasverpulveraars ingezet om uiteindelijk het volume te verminderen.
En op die manier zal ik maar zeggen, en die stap willen we graag nog maken, deze grondstof rechtstreeks afleveren bij een leverancier die daar weer een nieuwe fles van maakt. Dat geldt ook voor ons papier. Ons papier werd in grote bakken gestopt, niet geperst, dus je had heel veel volume, heel veel vrachtbewegingen. We zeggen we zijn een papierloos bedrijf, maar we merken gewoon, we krijgen ontzettend veel papier. Omdat je het nu zelf perst en inzamelt, zo'n pakketje is 100 kilo. En voorheen moesten we ervoor betalen, dat is ook weer zo leuk, dan moet je ervoor betalen voor het afval, dan is het gewoon afval. En nu krijg je voor zo'n pakketje tussen de 50 en de 60 euro. Nou, het is gewoon hartstikke leuk. In het begin is het natuurlijk allemaal cashgeld. Dus mijn medewerkers zeiden ook van ja, het wordt nou wel erg veel. Wat moeten we ermee? Want al die mensen waar we het heen brengen, de slopertjes en de papierenboer, zal ik maar zeggen, met alle respect. Ja, die betalen alles contant. Maar goed, we hebben nu nou weer afgesproken, hoe kunnen we dat bij onze afvalverwerker toch, dat we het zelf brengen. En zelf daar, en dan kunnen ze het gewoon netjes op onze bankrekening storten. En dat geldt ook voor blik. We hebben een blikkenpers. We dachten, we hebben geen blik, maar u ziet daar een zo grote big bag. We hebben gigantisch veel blik in dit pand. Uit de keuken vandaan, uit de pantry vandaan. We persen het zelf. En één keer in de 2-3 weken brengen we zo'n baal, brengen we weg in onze aanhanger naar de oud-ijzerboer. Dus je ziet, het zijn geen afvalstoffen. Het is daadwerkelijk gewoon restmaterialen. Recirculariteit. En hier ziet u een beetje een overzicht van onze grondstoffen. Nou, SVIL, dat is onze GF2 in 2021. Dat is natuurlijk geen referentiejaar. Daar hebben we ongeveer 15.750 kilogram GFT af laten voeren. Dat is ongeveer 2400 kilo CO2. In januari was dat nog 4307 kilo. En augustus, dat is de laatste meting die ik heb kunnen doen, is het nul geworden. 900 kilogram compost maken wij dus uit zo'n volume aan GFT. Nou, dat zie je ook aan papier. Uiteindelijk is het nul. Dat scheelt 20.000 kilogram aan CO2-uitstoot. Nou, het zijn ook allemaal getallen, indicatief. Maar het is voor ons wel weer een stimulans. We zeggen, joh, wij willen op die weg verder. Dat geldt ook voor de koffiedik. Een deel gaat in de composteerapparaat en een deel, maar dat zal zo meteen verteld worden, maken we heerlijke oesterzwammen van. En zo, de bedrijfsafval, dat is nu nog 9500 kilo. Nou, nu is het 1100 kilo omdat we apart inzamelen. We halen de blik eruit, we halen plastic eruit. En wij geloven naar die grondanalyse, die grondstoffenanalyse, dat die per 1 januari naar nul gaat. Ja, en dan de laatste sheet van ja, goede sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Wij merken gewoon van, joh, wij kunnen het niet alleen. Wij hebben u nodig. U hebt misschien ook ons nodig. Met elkaar, met onze leveranciers en onze relaties, kunnen wij gewoon een stap maken. En wij geloven erin dat we die ook moeten maken. Dus ons inkoopbeleid is erop gericht. Als wij een partij hebben die komen spullen brengen, of het nou meubels zijn met heel veel karton en plastic, dan spreken we de partijen erop aan. Joh, kan dat niet anders? Waarom zoveel plastic en waarom zoveel karton? Wij willen naar 100% circulariteit. Maar nogmaals, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En daar willen we graag in investeren en daar moeten we ook in investeren. Dus de aarde in onze handen weer en rechtsboven onze volgende generatie. Wij willen op een manier ondernemen dat het niet ten koste gaat van het leven van onze toekomstige generatie. En je ziet die twee jongetjes, dat zijn twee kleinzonen van me, die in de regen met een parapluutje. Ik vond het een mooie foto als opa zijn om dat even te laten zien. Maar zo is het wel. We hebben elkaar nodig en we moeten deze jongetjes beschermen en meisjes tegen het geweld van alles wat er gebeurt. En hiermee wil ik afsluiten en de groeten uit Leuzen zou ik zeggen. En ik hoop dat we elkaar kunnen inspireren vandaag. En ik wens jullie een hele fijne dag verder toe.